Hoi, Waterman. Welkom bij je reading voor april 2023. Ik hoop dat het goed met je gaat en we krijgen het mooie weer weer komende maanden. Dus ik heb er zin in en ik hoop jij ook. In ieder geval, ik ga een reading voor je doen en ik hoop dat die reading je inzicht kan geven met deze maand. Dingen die er op je afkomen, wat je kunt vasthouden, loslaten, etc. Neem mee wat op jou van toepassing is, de rest mag je achterwege laten. En ik begin met een kaart van Enchanted Blossoms Oracle. En je hebt Magnificence. Magnifiek. Of in ieder geval het magnifieke. Hoe vertel je dat in het Nederlands? Magnificence. Magnificiteit? In ieder geval zoiets. De plant die je ziet is Bird of Paradise. Dat is deze. De bloem. En dan het draakje is Common Mother of Pearl. De moeder van parels. Oké. In ieder geval. Magnifiek. Iets is magnifiek. Iets is fantastisch. Misschien jij wel. Toch? Wie zegt van niet? Dus, ik ga voor je kijken. Misschien ben je ergens aan bezig, een project, misschien een nieuwe baan, misschien iets met familie, vrienden, relatie. Maar iets is magnifiek. En we gaan voor de eerste kaart. We hebben waar je nu op dit moment zit, jouw energie op dit moment, is de drie van bekers. Het is iets wat samenkomt, een unie, reunie. Het is ook een overwinning. Iets wat je te vieren hebt. Iets wat gelukt is. In ieder geval een heel goed gevoel. Ik zie een goed gevoel. In jou, vanuit jou. Of iets wat je wil bereiken. Een bepaalde motivatie die je ergens voor hebt. Maar dat. Wat is je uitdaging? Zeven van staven. En dat kan over twee dingen gaan. Of een bepaalde vorm van verzet ergens tegen. Iets waar je geen zin in hebt. Iets wat je niet wilt. Iets wat je wat niet goed voelt. Of het kan gaan over ik heb dit bereikt en niemand stoot mij van mijn plek af. In het normale Rider-Waite zie je iemand die een berg opgeklommen is. En die dan zich staat te verdedigen met een staf. Terwijl er zes andere staven in zijn richting komen. Waarbij diegene eigenlijk een soort van te vertellen heeft, luister eens, ik heb hier hard voor gewerkt en ik ga hier niet weg omdat jullie dat willen. Dus, dat. Wat ligt er onder je of waar sta je op of waar zit je op vijf van staven? Dat kan een voorbereiding zijn. Dat je voorbereid bent op wanneer iets gaat komen. Aan de andere kant kan het gaan over een bepaalde strijd. Iets waar je voor strijdt. Iets wat veel voor je betekent en waar je bereid bent om ervoor te strijden. Wat komt er van bovenaf? Page van zwaarden, dat is jouw page. Een nieuwe manier van leren, een nieuwe manier van denken. De bereidheid hebben om te leren. Het vergaren van kennis, het bewandelen van een nieuw pad, een nieuw initiatief, een nieuwe boodschap. Maar iets nieuws wordt op je neergezonden. En wat is hetgene dat je los moet laten? Negen van bekers. De negen van bekers is, als je hem op zijn kop ziet, een houding die zegt, ik kan het zelf en ik moet het zelf. Bemoei je er niet mee. Ik kan het zelf. Ik moet het zelf. Nee, ik hoef geen hulp. Nee, ik ga hier ook niet over praten. Dat. Maar dat is juist hetgene wat je los moet laten. Maar wat is hetgene dat je vast moet pakken? De keizerin. Kijk. Het creëren van. Het creëren van nieuwe dingen. Het zorgen voor.
de geboorte van nieuwe ideeën. Het gaan naar nieuwe plekken. De wereld openen, als het ware. Tot het jouw keizerrijk is waar je voor zorgt. Met dingen die belangrijk voor je zijn. Voor de 3 van bekers. Verduidelijking. 10 van bekers. Wauw. 9 van staven. En de maan. Er is een bepaald geluk. Een geluk waar hard voor gestreden is. Een geluk waarvoor je wilt blijven strijden. Je gaat niet opgeven. En het brengt je naar het onbekende. Maar ik heb nog nooit een waterman gezien die bang is voor het onbekende. Dus ik denk dat dit wel goed voelt. Ook al weet je niet precies waar je uit gaat komen. Je weet wel dat je daar gelukkiger wordt. En je gaat niet opgeven. Er is geen haar op je hoofd die eraan denkt om de strijdbijl neer te gooien. Mm-mm. Nee. Dus je zit in een positie dat je bereid bent ergens voor te gaan. Omdat het goed voelt. Omdat je het wilt. Omdat het je gelukkig maakt. En dan de uitdaging. 7 van staven. De uitdaging. De kaarten deden er even over. We hebben 8 pentagrammen, 5 van staven, 5 van zwaarden. Oeh. Dat is een uitdaging. Dit is een uitdaging. Het is een uitdaging die je enerzins vraagt om te vertrouwen op je kennis, ervaring, voorbereiding. Aan de andere kant is het een uitdaging die je misschien vraagt om dingen los te laten. Strijdbijl te begraven. Toch wel. Je hebt een houding van nee, dat ga ik niet doen. Maar toch wordt het je gevraagd. Mocht je trouwens bonken horen, dat is hiernaast. Dat is de buurvrouw weer. Die heeft weer een episode. Goed. Maar die 5 van zwaarden wordt een uitdaging. Want het gaat of over winst of over verlies. Je hebt alle kennis en ervaring. Je bent voorbereid. Ja, klopt. Maar heb je zin in die strijd? Heb je zin in Ik heb bijna het gevoel dat je geen zin hebt om verlies te lijden. Dat je dat niet wilt. Omdat ik zie dat je ergens hard voor hebt gestreden. Dat je ergens hard voor hebt gewerkt. Dat je bereid bent er alles voor te doen. En dat je niet wilt dat het je uit handen wordt genomen. Dat gevoel krijg ik. Waar sta je op? Wat ligt er onder je? Hé, ik zag jou wel. 7 van bekers draait om. Er is een keuze die je moet maken. Een keuze, maar wel met je gevoel. En raak niet gedesillusioneerd over misschien bepaalde andere keuzes die je misschien het verkeerde pad op willen leiden. Voor de 5 van staven heb ik het rad van fortuin, kracht en de geliefde. Ik denk misschien dat. Misschien dat laatste wat ik heb gezegd.
Zorg ervoor dat de keuze die je maakt helder is. Dat je niet afgeleid wordt. Want daar kan dit ook over gaan. Die vijf van zwaarden, dat je door dingen afgeleid wordt van hetgene wat je daadwerkelijk hebt behaald. En dat deze drie kaarten zeggen, ook met die vijf van staven, focus je voornamelijk op dingen die ertoe doen, die echt belangrijk zijn. De mogelijkheden die op je pad komen. De kracht die je in je hebt om dingen te bereiken. De eenheid en harmonie. Die je kunt bereiken als je heel duidelijk die 10 van bekers voor ogen houdt. En nu begrijp ik ook eerder waar die maan vandaan komt. Het willen volgen van het onbekende pad, ja. Maar zorg ervoor dat je niet van het pad afdwaalt door alle dingen die erop komen. Waar is dat verhaal ook weer? Ik kan niet plaatsen waar het vandaan komt, maar er is een verhaal over een figuur of een karakter en die moet dan van punt A naar punt B komen en dan is er overal om hem heen die verleiding en die moet hij weerstaan, want het enige wat hij... Waarom kom ik hier niet op? Aladdin! Shoot Aladdin! Aladdin. Aladdin moet toch die beker gaan halen voor Jafar. Waar die geest in zit. En dan komt hij in die grot. De grot der wonderen, geloof ik, of zo. En in die grot heb je allemaal dingen. Je hebt edelstenen en bekers en munten en kettingen en sieraden. En alles is goud, 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 goud. En hij is een arme sloeber. Dus ja, natuurlijk zou hij dat heel graag willen meenemen. Maar hij doet het niet. Hij blijft op zijn pad. Hij blijft dat pad volgen. Daar ligt jouw uitdaging. Dat is wat hier de vijf van staven zegt. Je bent een pad aan het volgen, maar er is heel veel afleiding. En heel veel dingen die op je pad komen. En dan weet ik, watermannen, jullie doen dingen met je hoofd. En jullie denken overal over na en jullie willen altijd de logische keuze maken. Maar als je overal over na gaat denken, dan worden dat afleidingen. En dan kom je niet bij je 10 van bekers. Dan kom je niet bij je doelen. Laat je niet afleiden. Weet waar je voor gaat. En er zullen 100.000 dingen om je heen zijn die je aandacht proberen af te leiden van datgene wat je wil. Maar dat is een test van het universum. Dat is echt een test van het universum. Hetgene wat jij wil manifesteren, wil je dat genoeg? Zodat wij dit je kant op kunnen gooien en dat en dat en dat. En dat je nog steeds voor dat ene doel wilt blijven gaan. Dat. Dat is een test van het universum. Page van zwaarden voor Waterman. Jouw page. Wat wordt er op je neergezonden vanuit... Ja, wauw. Het universum. Kijk, dat bedoel ik. Wat er op je neer wordt gezonden. Drie van pentagrammen. De hierofant. En de ridder van zwaarden. Hetgene wat er op je neer wordt gezonden en ook hetgene waar je behoefte aan hebt. Heel erge behoefte is doelgerichtheid. Heel duidelijke focus. Om de dingen samen te brengen die je wil. Drie van pentagrammen gaat over het samenbrengen van de dingen zodat ze zijn zoals ze moeten zijn. Dat is het eerste wat je krijgt. Het tweede, de hierofant. Dit is toewijding. Toewijding op hetgene wat jij wil bereiken. Zijn kroon bestaat uit drie lagen en er staat een kruis op. Hij heeft die lagen bewandeld. Hij heeft daar alles voor gedaan. Hij is gefocust geweest. Hij heeft celibatair geleefd. Hij is niet getrouwd. Hij heeft geen kinderen. Hij heeft alles gegeven voor zijn doel. En dan heb je de ridder van zwaarden. Deze ridder is snel. Het is actie. Het is communicatie. Het is een heel duidelijk doel wat hij voor ogen heeft. Je kunt de snelheid in deze kaart zien. Woes.
Dit is geen 1 pk, dit is 500 pk. Waarmee deze ridder beweegt. Dat is wat je nodig hebt om bij je doel te komen. Weten wat je wil. Analyseren. Er alles voor geven en het doen. Dat is hetgene wat je nodig hebt. Die vijf van zwaarden gaat je proberen af te leiden. Alle mogelijkheden, Rad van Fortuin, die op je pad komen, gaan proberen je af te leiden. Maar dan zijn er deze twee dingen die je op je pad houden. Kracht en harmonie. En hetgene wat je krijgt van het universum is die doelgerichtheid. Maar wat is hetgene dat je los moet laten? Die 9 van bekers, ik doe het zelf wel. Ik kan het zelf wel. Laat je niet van de wijs brengen. Je hebt de 4 van staven, we hebben de 2 van bekers en de 2 van zwaarden. Laat je niet door de verkeerde dingen van de wijs brengen. Ga het alsjeblieft niet overdenken. Ga alsjeblieft niet dusdanig aan jezelf twijfelen dat je die stabiliteit verliest. Dat je hetgene wat je wil samenbrengen uit het oog verliest. Dat je constant maar blijft denken en malen en dat je niet in actie komt, want die actie is nodig. Ga het niet overdenken. Je hebt een doel nodig, je hebt analyse nodig. Hoe ga ik daar komen? Zo ga ik daar komen en ik doe het. Punt. That's it. Dat is alles wat je nodig hebt. Je bent van het teken lucht. Lucht heeft beweging nodig. Het heeft actie nodig. Zorg dat je dat doel niet verliest. Zorg dat je niet te veel wordt afgeleid door de dingen om je heen. Oh, sorry. Ik moest even niezen. Het zal misschien een rare nies zijn geweest, maar ik probeer hem in te houden omdat ik hier op camera zit. Als jij denkt, was dat voor een storm? Ja. Vliegen hier de blaadjes eucalyptus in het rond? Nee, zo erg is het niet hoor. Dat doel voor ogen houden. Streng voor jezelf zijn. Niet afgeleid worden. En ik weet dat je heel veel dingen tegelijk kunt. Dat kunnen jullie. Jullie zijn zo. Jullie zijn van die multitaskers die niet 1, 3, 5 dingen tegelijk kunnen. Jullie kunnen er 20. Dat kunnen jullie gewoon. Moet je mij niet vragen, maar jullie kunnen dat. Maar zorg ervoor dat die 20 dingen je niet afleiden van dat ene ding. Dat is telkens wat ik door blijf krijgen. En zorg dat als je voor die lamp gaat, dat je Abu niet meeneemt. Zeg maar, ik heb het weer even over Aladdin. Als je voor die lamp gaat, neem Abu dan niet mee. Voor de keizerin, hetgene wat je vast moet houden. Wauw. Hoe de fuck kan dit? Ik doe een pre-shuffle voordat ik begin. En daarnet had Steenbok deze twee exacte kaarten op exact dezelfde volgorde. En ik doe een pre-shuffle. En ik zorg ervoor dat de kaarten dusdanig geschud zijn dat dit eigenlijk nooit mogelijk is. En toch zie ik het. Oké. Voor de keizerin, hetgene wat je nodig hebt. Blijf vasthouden aan je doelen. Dat is het eerste. 4 van pentagrammen. Blijf vasthouden aan je doelen. Er komt een tijd dat sloten van de deur moeten. Maar blijf vasthouden aan je doelen. Blijf stabiel. Blijf geconcentreerd. Weet waar je bent. Op welk moment. Waar je ook mee bezig bent. Houd je doelen heel duidelijk voor ogen. Laat je niet afleiden. Tweede,
Reflecteer wel. Reflecteren is iets anders dan overdenken. Reflecteren. Reflecteren is prima, maar ga niet piekeren. En dan heb je twee van staven. Sorry, waar, twee. Twee. Oké. Houd alsjeblieft het getal 2 in de gaten. Want ik zei, ik wou gewoon 2 zijn gezonder de staven erbij te noemen. Oké. Maar, 2 van staven. Er zijn mogelijkheden die binnenkomen. Die komen er binnen. Je ziet hier 2 schepen binnenkomen in de haven. Hij moet een keuze gaan maken. Zorg dat je de juiste keuze maakt. Doelen voor ogen houden. Reflecteren en aanpassen. Meedoen met het spel. En je doelen binnenhalen. Dat is hetgene waar je aan moet vasthouden. Oh, verkeerde kaarten. Advies. Advies. Ja, nu ben ik ook afgeleid. Hè? Wat komt eruit gevallen? Ridder van Zwaarden weer. Die actie is zo belangrijk. Je doelen voor ogen hebben is zo belangrijk. Hij valt er niet voor niks uit. En je kunt alleen het doel bereiken als je het in het vizier hebt, toch? Dat zeggen ze toch altijd. Als je een dartpijltje gooit, dan moet je niet kijken naar de dingen om het dartbord heen. Je moet kijken naar het punt waar je hem op wil. En dan weet ik niet welke getallen daar allemaal op staan. Ik weet alleen dat er een bullseye in zit. Maar daarbovenin heb je een vakje. Volgens mij heeft het 20 punten of zo. Of weet ik het. En je kunt 180 gooien en iets dergelijks. Maar je moet kijken naar waar je het dartpijltje wilt gooien. Daar moet je naar kijken. Alleen dan kun je namelijk dat vakje bemachtigen. Dat is het hele punt. Als je aan het basketballen bent en je gooit die bal en je wilt dat die in het net komt, moet je naar het net kijken. Niet naar de grond, niet naar je medespelers, helemaal nergens naar, alleen maar naar je net. Daar moet je naar kijken. Blijf altijd je doel in het oog houden. Alright. Je advies, 6 van zwaarden, of staven. 6 van staven, dat is een overwinning. Door actie, door te doen, door lef te hebben, door gewoon te doen. De zegenwagen. Dit is heel duidelijk je doelen voor ogen hebben en gaan. En actie. En als laatste, 5 van pentagrammen. Ja. 5 van pentagrammen komt weer terug. Blijf het wel analyseren, blijf reflecteren, maar weet dat je altijd meedoet. Dat je welke gedachte je ook hebt. Dat zelfs die gedachte meedoet aan je manifestatie. 6 van staven. Dit is overwinning door te doen. De persoon die deze overwinning binnenhaalt, die piekert niet. Die twijfelt niet. Die beslist en die doet het. Punt. Klaar. Dat is het. Tweede advies. De zegenwagen, ja. Deze persoon hier op die kar heeft zijn doelen voor ogen. Heeft de doelen voor ogen. Dus waarschijnlijk dit hier. Deze punt. En die gaat ervoor. Maar als hij ergens hier halverwege is en hij blijft terugkijken naar de plek waar hij vandaan komt, komt hij nooit hier. Toch? Ogen op het doel. Ja, en dan als laatste die reflectie. Hoe beangstigend deze omgeving ook is. Als je je doel wilt bereiken, moet je niet twijfelen aan jezelf. Denken, goed. Logisch nadenken, analyseren. Hoe kom ik van hier naar hier? Prima, geen probleem. Als je dat keiharde praten hoort, dat is dus mijn buurvrouw. Oké. Analyseren.
En nadenken. Logica. Om van hier naar hier te komen, geen probleem. Doe dat. Doe dat vooral. Maar ga niet twijfelen aan jezelf. Daar is nu hier geen ruimte voor. Daar is geen ruimte voor. Er is geen ruimte voor twijfelen. In deze maand. En ik denk als je je ogen op het doel houdt, dat je dit bereikt. Dat denk ik echt. Dat je dat fantastische, magnifieke bereikt. En ik denk ook dat je magnifiek kunt zijn. Als je het doet. Ja, ja. En vertrouw ook vooral. Ik sluit af met een When My Soul Whispered Oracle card. Vertrouw ook vooral op die kennis en die wijsheid en die analyse van je. Je bent een luchtteken. Lucht is jouw element, daar ben je sterk. Zorg dat die lucht je kracht blijft. Dat het niet je zwakte wordt door te gaan piekeren en twijfelen. Zorg ervoor dat je vertrouwt op die wijsheid. Op je intelligentie. Op je analytisch vermogen. Vertrouw er alsjeblieft op. Daar ben je het sterkst, Waterman. Alrighty. Ik ga afsluiten. Dankjewel voor het kijken naar deze reading. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Hou je doel voor ogen. Go for it. En dan zie ik je vanzelf wel voorbij joeven. Chezen, zeiden we vroeger altijd. Chezen. In ieder geval, dankjewel voor het kijken. Hele fijne maand april. Als je vragen hebt, hoor ik het graag. En tot ziens. Doei!